Goedemorgen, beste blazers en blazerinnetjes. Carnavalsvierders van waar ook vandaan. En iedereen die zich deze morgen via Horizon TV met ons verbonden voelt. En ook deze zondag voelen wij ons bijzonder verbonden met de bewoners van Leenderhof en de andere verzorgingshuizen in ons uitzendgebied. Welkom in de parochiekerk van Blaasdonk. En in het bijzonder aan jeugdprins Mika, jeugdadjudant Roy met hun gevolg. Maar ook zijn we blij om vandaag prins Hans den Tweede, vorst Jan Willem en adjudant Wim in ons midden te hebben. U zult terecht opmerken dat de jeugdraad van Elf bij deze uitzending niet compleet is. Jeugdprinses Evie en de raad van Elfleden Bo, Roos, Teun en Rosanne kunnen deze morgen helaas niet aanwezig zijn vanwege quarantainemaatregelen als gevolg van het coronavirus. Dit vinden wij keiseund, zeker voor hunzelf, want ieder van hun had zich afgelopen week goed voorbereid op zijn of haar bijdrage in deze viering. Wij leven met ze mee en in deze viering willen we ook aan hun denken en hun aanwezigheid in ons midden symboliseren met het kroontje van de prinses op de altaar en de vier steken met kepen onder bij de altaar. Zoals u ook ziet hangen de carnavalsbanieren in het priesterkoor. In deze dienst staan we vandaag stil bij carnaval. Weliswaar anders dan anders. Maar we laten de christelijke volksfeest niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. We willen dit feest ook dit jaar met een moment van bezinning beginnen en weten ons erbij gesterkt door de Almachtige God. Laten we daarom deze viering openen met een kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ook Emma wil alle kijkers vanmorgen van harte welkom heten en ik geef haar Ger het woord. Dit jaar is een heel speciaal jaar, zeker voor ons als jeugdraad. Ondanks dat corona nog steeds veel roet in het eten gooit, mochten wij toch dit jaar een echte jeugdraad vormen met prins, prinses en adjudant. Wij zijn hiervoor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel dankbaar en we genieten van elk moment dat er iets georganiseerd kan worden. Zo ook vandaag bij deze kerkdienst, waar wij deze keer een hoofdrol mogen spelen. We hebben elkaar gemist omdat we online les moesten volgen en zelfs niet meer samen konden sporten of afspreken. Ondanks dit alles hebben we ook hele mooie dingen samen mogen doen. Zoals een digitaal jeugdprinsenbal organiseren, waarna we allemaal persoonlijk bezoek en felicitaties mochten ontvangen van de grote raad van elfleden. Of zelfs van prins Hans den Tweede. Daarom willen we vandaag hier samen bidden en samen vieren dat we allerlei manieren hebben gevonden om toch carnaval te kunnen vieren. Om de verbinding niet met elkaar te verliezen, maar deze te versterken door samen carnaval te vieren, ieder in zijn eigen bubbel. Met de hulp van alle digitale mogelijkheden toch net het gevoel hebben van samen. Een trap op ging, opende de werkse dag. Heurde ik een liedje speuren, een liedje dat gevoelig lag. Mijn klenste voor de radio, luisterd naar de Song of Joy. Hij zag mij en vroeg: vind jij dit liedje ook zo mooi? En dan voel ik dat ik een blazer ben. En als het even tegen zit. Dit liedje, jongen, is echt heel speciaal. Dit lied draait voor een volle zaal.
dat we het nou niet konden horen, was voor ons ook niet normaal. Maar mag ik dan dit jaar niet meer verkleed door het dorp gaan? Natuurlijk jongen, dan mag jij. Trek maar gauw dat kolder peksje aan. Daar zit het dan schoon op de bank, met serpentine in de hand. Carnaval begint in Nent, schept altijd weer een band. Dan voel ik dat ik een bloze ben. En als het even tegen zit, ik zie vlaggen en de huis versierd, wat ons al veel plezier beleeft. Dan weet ik dat in Bloosdorp onze carnaval leeft. Maar er is toch een optocht voor iedereen. In Bloosdorp ben je nooit alleen. Gewoon de televisie aan en we maken er een feestje van. Ach, de ei bak ik s'nachts zelf wel. Ik heb nog bier zat in de kelder staan. Polonaise door de kamer, voor een jaar zal het wel gaan. En dan voel ik echt dat ik een blozer ben. En als het even tegen zit, ik zie vlaggen en de huis versierd, waar ons al veel plezier beleeft. Dan bitte daarin beloofd onze carnaval leeft. Dan weet ik dat ik een blazer ben, zong Erik Jaspers, krijg zo treffend. Een lied om stil van te worden. Maar ook een lied waarin de verbondenheid van carnaval zo beeldend wordt gezongen. Als teken van deze verbondenheid met de Heer en met mekaar steekt jeugdraad van elflid Roan nu de carnavalskaars op het altaar aan. Met het vuur van deze kaars weten we ons ook verbonden met ons dierbare overledenen. En met hen die om ons gebed hebben gevraagd. En voor die mensen gaan we nou aan de levensboom ook kaarsjes ontsteken. Een eerste kaarsje voor alle levende en overleden leden van carnavalsvereniging De Lintsen Blaas. Een kerstje voor ex-prins Tinus Verhoeven. En ook een kerstje voor ex-prins Theo van der Palen. Allebei zijn ze ons het afgelopen jaar ontvallen. Ook steken we een kerstje aan voor oud Raad van Elflid Ver Emmers, van wie we in 2020 afscheid hebben moeten nemen. En we branden ook een lichtje voor Toon Roodhans en Marie Roodhans van Kempen. Voor opa Pim namens jeugdraad van elflid Gwen Beauvais. Voor Wim Pompen. Voor Cor Kwappenberg. En voor Frans Verduin.
Okkenlichtje voor Sint Jutte en Miet Jutte Meulendijks. En voor de oude klasgenoten van het jaar 1930-1931 van de jonge school Sint Petrus. En voor Wim Baks namens de buurtgenoten van de Strijperdijk. We steken ook een kerstje aan voor alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus. In het bijzonder bidden wij ook Vermergen voor een spoedig en positief herstel van onze pastoor Vermeil. En tenslotte steken we ook een kerstje aan voor alles wat er in ons carnavalshart leeft en voor al die niet met name genoemde mensen waarmee we ook dit jaar heel graag carnaval hebben gevierd. Bij het binnenkomen droegen alle jeugdrood van 11 leden een ballon, die ze hier voor het priesterkoor hebben neergezet. Deze ballonnen zorgen niet alleen voor een schone aankleding, maar als je ze samenvat, vormen ze groot of klein, in welke kleur dan ook, één schoon geheel. Er is verbondenheid, er is plaats voor iedereen. En bovendien symboliseren ballonnen de verbinding tussen hemel en aarde. K3 heeft over ballonnen ooit een lied geschreven. Elina zal deze tekst, die voor deze carnavalsdienst hier en daar wat is herschreven, nu hier uit kunnen spreken. Doe je mee? Schrijf eens samen een brief met een boodschap erop en geef hem mee met onze ballon. En we vragen onze lieve Heer, heel lief, zet het coronavirus nu stop, want er gloort carnaval aan de horizon. 15 ballonnen kleuren de hemel blauw. 15 ballonnen zijn op weg naar jou. 15 ballonnen geven de lucht een vrolijke kleur. 15 ballonnen zeggen dag tegen de zorgen en tegen de dagelijkse sleur. Zijn we eens boos op elkaar? Weet je wat ik dan zeg? We digitaal knuffelen 3 dubbel dik voortaan. Ik heb mijn kaartje af en mijn tekening klaar. En ik stuur ze op weg. Hopelijk geven ze steun aan iemand hier ver vandaan. 15 ballonnen kleuren de hemel blauw. 15 ballonnen zijn op weg naar jou. 15 ballonnen geven de lucht een vrolijke kleur. 15 ballonnen zeggen dag tegen de zorgen en tegen de dagelijkse sleur. En dan nodig ik onze Suisse Peer Vlieshout uit om de eerste lezing hier voor te kunnen lezen. Voorruit en achteruitrijders. Een bekend echtpaar geeft mee de trein op reis. Ze zitten tegenover elkaar. Hij rijdt vooruit en zij rijdt achteruit. Zij zien waar voorbij is, waar is geweest. Zij kijkt naar het verleden en ziet bekende dingen voorbij komen. Zij kan krek beschrijven wat ze zien. Hij ziet wat er ging komen. Hij kijkt naar de toekomst en ziet nog niet zoveel. Beeldend vertelt hij over de toekomst. Hij tekent met woorden een droomwereld. Zij wordt somberder. Zij ziet waar weggeeft en verder naar het verleden afdrift. Zij treurt over wat nooit meer terugkomt, wat voorbij is. Hun wereld wordt kleiner. Hij leeft steeds meer op. Zijn droom voedt zijn ziel.
Hij droomt over wat kunnen we gaan. Zinnenwereld lijkt groter te worden. Ze vertellen elkaar wat ze zien. Het is goed om elkaar te vertellen wat je ziet. Af en toe rollen ze van plaats. Dat is kostbaar. Want zo kunnen ze vandaag leven met je dierbare uit het verleden. En de dromen van Merje. En dan zullen de jeugdraad van elfleden, Gwen, Bink, Fenne en Esmee, nou het bekende lied van Lint, des de schoonste plaats, hier komen zingen. Lint, daar is de schoonste plaats, daar hebben ze ook altijd wacht. Lint, wie had dat toch verwacht, dat daar de carnaval zo zat. In ons Lint is een gekke wereld, heel ons Lint steekt op zijn kop. Want we vieren onze carnaval, dus blazer zet hem op. Ja, 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 Lint, daar is de schoonste plaats, daar hebben ze ook altijd wacht. Lint, wie had dat toch verwacht, dat daar de carnaval zo zat. Alle blazers en blazerinnen hebben kolder peksjes aan. En al bier daar stroomt naar binnen, ziels Lint voor de hemel aan. Ja, 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 Lint, daar is de schoonste plaats, daar hebben ze ook altijd wacht. Lint, wie had dat toch verwacht, dat daar de carnaval zo zat. Nu we voor het feest van carnaval hier in onze kerk zijn samengekomen, is het ook goed om naar de woorden van Jezus te luisteren. En zo lezen we vandaag uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de menigte. Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor alle die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Woord van de Heer. Beste blazers en blazerinnen, beste carnavalsvierders. In de pastorie, hier in Blaasdonk, er hangt in de gang een teeltje met de tekst: laat het preken aan de pastoors over. En zo heur het ook in de mees. Maar had u op deze merge een echte mees verwacht, dan had het vandaag een keer echt mis. Of misschien ook niet, want in deze viering schenken we ook aandacht aan het gemis van carnaval. Maar ondanks dat alles met carnaval normaal al anders dan anders is, en zeker in dit jaar waarin samenzin toch minimaal 1,5 meter onderlinge afstand betekent, willen we ook dit jaar carnaval in Blaasdonk in onze Lintsenblaas vieren. In die Lintsenblaas die al meer dan 5 eeuwen stil en stoer boven de Lintse mens uitreist en met diezelfde Lintse mens verbonden is op een manier als Willem en Drika met mekaar en met de carnaval in Blaasdonk verbonden zijn. In die Lintse blaas
waar heel blaasdong trots op is en waarin met elkaar vreugde en verdriet wordt beleefd. Maar ook in diezelfde linsenblaas, die telkens als je weer in het zicht komt, voor veel mensen als thuiskomen voelt. En dat laatste zal ook zeker gelden voor die mens en die vrouw waarover de Suisse ons krijg voorlas. Maar wat de Suisse ons krijg ook vertelde, was een terug te kijken naar de schoon dingen uit het verleden. Maar tegelijkertijd ook de toekomst in ons vizier te houden. Want uiteraard was het vroeger ook schoon. Ton praat avonden in de tent bij het patronaat, terwijl het buiten, net als nou, vroeger dat het krakte en er een halve meter sneeuw lag. Een tour de blaas waar je over de koppen moest lopen om toch zeker bij die maar liefst 11 kroegen aangeleid te hebben. Of een druk bezocht prinsenbal in de meent. Of misschien wel wanneer jeugdprins Mika over 50 jaar, wanneer hij prins Hans den Tweede, die dan nog huipelijk van zijn pensioen mag genieten, bezoekt en nog eens herinneringen ophaalt aan carnaval 2021. Een carnaval van niet samen. En dat is apart. Maar diezelfde lezing die nodigt ons ook uit om vooruit te blijven kijken. Vooruit te kijken naar de toekomst. Want zoals Elina ons in de openingsgedachte voorlas, er gloort licht. Er gloort carnaval aan de horizon. En zoals we allemaal het afgelopen jaar hebben mogen ervaren, doet hoop leven. Het lichtpuntje en de horizon waar we met elkaar en met alle maatregelen naartoe leven. Dat brengt voor iedereen een nieuwe en wellicht ook andere toekomst. Maar wel een toekomst met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Zolang we daar maar samen vertrouwen in blijven houden. Maar niet alleen het licht van carnaval gloort aan de horizon. Want na carnaval bereikt op als woensdag de 40 dagen tijd aan. Een tijd van vasten en onthouding. Voor veel mensen zal het dit jaar voelen als doorzetten van waar we de afgelopen tijd al mee bezig zijn geweest. Maar vasten kan ook in de vorm van extra aandacht voor de medemens hebben. Een telefoontje, een appje of een kartje voor die alleenstaande in de buurt. Of de stoep sneeuw vrijmaken voor uw buren. Of immers op welke manier dan ook een hart onder de riem steken. En dan is het belangrijk dat er, zoals Jezus in het evangelie zei, mensen zijn die de koppen bij elkaar steken, die de mouwen opstreupen en die de schouders eronder zetten. En met het oog op die nieuwe toekomst toch een gevoel van verbondenheid uit te dragen. Die, hoe gek het deze carnaval misschien ook klinkt, laten zien dat het glas half vol is in plaats van half leeg. Die denken in oplossingen in plaats van problemen. En die laten zien, laten horen en nog meer laten voelen dat carnaval in zo'n gek jaar als dit jaar minder fysiek, maar misschien nog wel meer dan anders in het hart wordt gevierd. Kortom, die mensen die zijn een lichtpuntje. Die zijn het licht der wereld voor de ander hier in deze gemeenschap. En die verbondenheid die geen blaasdonk wier dan de carnaval alleen. Ons jeugdprinsenpaar is hier het sprekende voorbeeld van. In de mand, hier voor het altaar, hebben zij hun hobby's samengebroord. Ik zie bijvoorbeeld een voetbal, een basketbal, iets om te gamen en een tennisracket. Allemaal activiteiten waar de jeugdprins en jeugdadjudant ongetwijfeld samen met veel andere mensen veel plezier aan zullen beleven. En die verbondenheid maakt jeugdprinses Evie ook zichtbaar door het lezen van verhalen
en belevenissen van anderen. Maar ook met haar huisdier. Waar ze niet alleen foto's van heeft, maar die ze zelf na kan tekenen. Ja, blazers en blazerinnen. Verbondenheid is een belangrijk ingrediënt in het leven. Jezus daagt ons in het evangelie uit om die verbondenheid ook naar de toekomst te blijven uitdragen. Carnaval is hier bij uitstek een goed moment voor. Het is dan ook niet voor niks dat de 40 dagen tijd voorafgegaan wordt door carnaval. Jezus nodigt ons uit om met elkaar het leven te vieren en ons vervolgens 40 dagen te bezinnen over die verbondenheid met God. Ons blaasdonk mag zich gezegend weten met zoveel blazers en blazerinnen die er voor elkaar zijn. Die verbondenheid uitstralen. Die trots op blaasdonk zijn. Mensen met het carnavalshart op de juiste plaats. Die resoluut zeggen, wat er ook gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval. Vanuit die gedachte wens ik iedereen, mede namens pastoor Vermeil en onze emeritus pastoor van Loon, een schoon en gezellig carnavalsfeest in een goede onderlinge verbondenheid. Goede God, omdat wij geloven dat u ons nabij bent, leggen wij onze zorg en beden bij u neer. Wij tonen u de typische symbolen van carnaval in blaasdonk en wij vragen u om naar ons te luisteren als wij tot u bidden. Heer, de staf is het symbool. Is het symbool dat ik dit jaar ben verkozen tot jeugdprins van Blaasdonk. Ik vind het heel fijn samen met jeugdprinses Evi en jeugdadjudant Roy en alle andere kinderen van de jeugdraad van 11 hebben wij toch al leuke dingen kunnen doen. Dit heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Laten wij bidden dat iedereen de liefde mensen om hun heen mag ervaren. En namens jeugdprinses Evi, God, onze leus is, kom maar op met die discobal. Wij vieren met z'n allen wel het digitale carnaval. Laat ons vasthouden aan de goede dingen die wij meemaken.
Laten we hoop houden voor een toekomst waarin we carnaval weer als een echt volksfeest mogen vieren. Bidden wij voor mensen die het koud hebben en voor arme mensen. Bidden wij ook voor mensen die helemaal alleen zijn. Dat zij, zeker in deze tijden, een beetje meedelen in het saamhorigheidsgevoel van het carnavalsfeest. Goede Schepper, de carnavalsvlag is het symbool van de saamhorigheid van alle blazers en blazerinnen. Wij zijn er trots op dat wij ook dit jaar carnaval mogen en kunnen vieren. En daarvoor willen wij u danken. Wij willen u ook danken voor vele vrijwilligers die carnaval in Blaasdonk mogelijk maken. Dat u hen mag beschermen, maar ook mag blijven stimuleren en enthousiasmeren. Almachtige God, ook deze carnaval willen we u laten zien dat carnaval in Blaasdonk leeft. Onze carnavalskrant is hier een schitterend voorbeeld van. En ondanks dat we dit jaar in onze huiskamers carnaval gaan vieren, willen we niet alleen stilstaan bij de mooie dingen van het leven, maar willen we ook de mindere momenten niet vergeten. We bidden voor alle blazers en blazerinnen die wegens ziekte verstek moeten laten gaan. Ook onze 90-plussers willen we daarbij niet vergeten. Goede God, leer ons steeds op u te vertrouwen en laat ons naar Jezus' voorbeeld bescheiden zijn en ons inzetten voor elkaar. Zo bidden wij u op voorspraak van onze hemelse moeder, totdat we nu samen willen bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En bidden wij samen ook het gebed dat Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Hey vriend, mag ik even met je lachen? Ergens gaan hangen, het is zo saai de laatste tijd. Heb jij dat ook? Gevoel van twijfel en verveling als je alleen bent. Want als ik terugdenk aan die tijd, dat de zon voor iedereen nog stond te stralen. Je dronk een biertje aan de bar. Gaf een knuffel of gewoon een compliment. Maar door de afstand is de eenzaamheid een trend. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schaar. Ja, samen sterk voor iedereen. En dan komen wij eruit. Hey, mijn vriend, mag ik nog even met je lachen? Het is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Heb jij dat ook in al die stilte? Dat je denkt dat jij dit niet alleen denkt. Want het is alsof
De straten zonder ons zo ongezellig en gewoon een beetje leeg zijn. Heb jij dat ook, dat het de tijd wordt om weer eens vrolijk door het leven heen te gaan? Die gedachte moet bij ons blijven bestaan. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk voor iedereen. En dan komen sterk voor iedereen, samen met de DLB. Samen sterk. Als voorzitter van carnavalsvereniging De Linsenblaas weet vorst Jan Willem als geen ander hoe belangrijk dat is. Ger, geef ik hem daarom nou het woord. Aan het eind van deze bijzondere, maar ook hele mooie carnavalsmis heb ik het genoegen dat ik nog een aantal mensen mag bedanken. Op de eerste plaats natuurlijk de commissie Heilige Mis, die het voor elkaar heeft gekregen om met alle beperkingen deze mis op een hele bijzondere wijze in elkaar te zetten. En dan natuurlijk Johan Baks, die ons is voorgegaan in deze viering. Maar ook een woord van dank aan pastoor Vermeil, die op de achtergrond weer een drijvende kracht was. En namens mij persoonlijk en de hele vereniging wens hem natuurlijk van harte beterschap toe. Een woord van dank ook voor onze Suisse Peer van Lieshout. Want weliswaar waren dit jaar net wat minder mensen in onze kerk, hij had het toch wel weer mooi in het gereel weten te houden. Erik Jaspers wil ik ook bedanken voor de prachtige muzikale begeleiding. En de siergroep wil ik bedanken voor de aankleding van de kerk. En dan natuurlijk een groot woord van dank aan onze jeugdige hoogheden en aan onze jeugdraad, want zonder jullie assistentie was deze viering natuurlijk nooit gelukt. En dan wil ik ook nog even stilstaan bij onze jeugdprinses en de Raad van Elfleden, die vandaag door de coronaregels niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Voor de hele jeugdraad is het natuurlijk een heel bijzonder carnavalsjaar met te weinig activiteiten, maar we gaan ons best doen om daar samen met jullie in te halen als er weer wat meer kan. Radio en TV Horizon wil ik bedanken voor het opnemen en uitzenden van deze carnavalsmis. En een bijzonder woord van dank daarbij voor Erik Jan en Dianne, die met een inzet voor radio en televisie een belangrijke bijdrage leveren aan het houden van de verbinding binnen onze gemeenschap. En dat woord van dank, dat geldt eigenlijk voor iedereen die ervoor zorgt dat we elkaar ook in deze tijd niet uit het oog verliezen en dat we met elkaar in verbinding blijven. Ook dit carnavalsjaar maken we er samen het beste van. Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te brunchen bij de brunch die zo dadelijk op de livestream op onze website zal worden geopend door Prins Hans II en de jeugdhoogheden. En blijf daarna zeker hangen voor onze digitale optocht, waarvoor we meer dan 30 inschrijvingen hebben mogen ontvangen. Voor dadelijk, eet smakelijk en alaaf. Aan het eind van deze viering sluit ik me Ger aan bij de dankwoorden van onze vorst. Maar ook spreek ik de wens uit dat we u hebben kunnen inspireren om carnaval 2021 anders dan anders te vieren. Maar toch met elkaar verbonden te blijven en met elkaar uit te zien naar betere tijden. Wij wensen u een schone dag in een goede huiselijke sfeer toe. Dat het voorbeeld van Jezus ons carnavalshart daarbij mag vervullen en wij ons daarbij gesterkt weten door de Almachtige God
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.